Wat vind ik het altijd leuk als ik je weer zie. Het is echt leuk om hier te zijn. Fijn, altijd goed om te horen. Hey girl, vandaag is je nieuwe track uitgekomen. Ja. Ben je down met Jay? Het is echt een lekkere tune. Hele zwoele tune ook. Ik zit al op de bank helemaal mee te viben en zo. Het heeft ook wel weer iets met liefde te maken. En ik vind, ik heb nog nooit echt een liedje gemaakt wat zeg maar over liefde gaat. Dus altijd weer of over mijn leven of over mijn money en contanten of over dit of over dat. Ja, een beetje gevoelige kant. Ja, ja, de gevoelige kant komt nu een beetje naar boven de komende tijd. Ja, dus je hebt ook een line in die track, nou ja, dat gaat dan over de ware. Kan je nu al tegen iemand zeggen, ben jij voor mij de ware? Weet ik niet. Oeh, girl! Ja, nou ja, het is gewoon meer van, het is gewoon een leuk liedje. En ik dacht van, ja, laten we gewoon even wat gevoeliger gaan dit keer. En, ja, ik vind het echt een toffe track. En waarom ik dat zeg over die ware? Want we zagen namelijk iets op je story voorbij komen. We zagen namelijk dit. Oh, teken. God. Ja, girl. Ja. Je hebt het zelf al gepost. Ja. Nou, ik denk dat ik... Nou ja. Je hebt het gezellig. Zullen we het daar ophouden? Heb je het gezellig? Of? Ja, en ik was daar ook denk ik een beetje aangeschoten of zo. En dan doe je zo automatisch wat dingen sneller mee. Is maar het iemand ook uit de muziekindustrie of is het gewoon echt iemand die je al kent? Ja, gewoon iemand die ik ken. Oké. Okay. Ja, lekker privé. Ja. Oké. Okay. Ja, want Femke Louise, je bent nu papin. Mannen willen om je heen zijn. Mannen willen in je buurt zijn. Ja. Wat voor types val je nou eigenlijk? Ik heb geen type. Nee? Nee, echt niet. Ik werk niet. Nou, werk niet. Ik denk niet zo op die manier. Ik denk gewoon van als ik een goede klik heb met iemand en het is gewoon gezellig. En die persoon kan mij gelukkig maken op de manier hoe het hoort. Ja. Dan zit het voor mij eigenlijk wel goed. Dus ik heb niet echt dat ik denk van ik wil alleen maar een jongen met bruin haar of met blond haar. Nee. Oké. Is het lastig voor jou om misschien bepaalde jongens nog te kunnen vertrouwen? Omdat er zoveel mensen dingen van je willen. En... Ja, het is altijd lastig, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet altijd het geval hoeft te zijn. Nee, zeker niet. Je hebt altijd gewoon mensen om je heen en mensen willen in je buurt zijn. Mensen willen iets van je, zeg maar. Ja. Dus dat vertrouwen, ik kan me voorstellen dat het gewoon niet altijd even makkelijk is. Nee, het vertrouwen is sowieso niet makkelijk, maar daarom weet ik wel precies hoe ik met dat soort dingen moet omgaan. En hoe je uiteindelijk wel ziet of iemand oprecht is met jou. Waar merk je dat aan? Hoe ga je daar zelf mee om? Nou, hoe ik dat merk, het zijn eigenlijk wel verschillende dingen eigenlijk. Van iemand die eigenlijk niks van je wil, maar gewoon met jou wil zijn om wie je bent, zeg maar. Je voelt dat op de een of andere manier. Ja, dat voel je sowieso wel heel erg aan. Ja. Dat zou jij misschien ook wel hebben, denk ik. Zeker. Dat je dat wel aanvoelt bij bepaalde mensen. Ja, ja, en heb je dat ook verwerkt in dit nummer? Dat je dat gevoel, hoor je dat ergens terug? Hoe bedoel je? Sorry, dit is een liefdesliedje, hè? Ja, ja, maar zeg maar, heb je een bepaalde lijn waarvan je denkt, dit beschrijft echt mijn gevoel op dit moment? Of is het gewoon het algemene? Het is gewoon het algemene, denk ik. Ja. Okay. Ja, je bent nu echt in Nederland een superster, maar jou ongeveer een jaar geleden kwam Op Mijn Money uit. Ja, ik zei het al. Het zijn toch echt wel dingen waar ik echt met een grote glimlach naar terugkijk. Snap je. Maar het voelt voor mij alsof het heel lang geleden is, terwijl het niet eens een jaar geleden is. Nee, voor mij is het echt de dag van gisteren dat het online kwam. Ja, echt. Maar er is zo ontzettend veel veranderd. Ja, klopt. Wat is er allemaal veranderd sinds... In mijn leven? Ja, sinds Op Mijn Money. Ja, mijn leven is op zijn kop gegaan. Gaan staan, ga ik zo zeggen. Noem de positieve dingen allereerst. De positieve dingen. Eigenlijk is alles met een... Alles waar ik mee bezig was in mijn leven is positief veranderd. Dus eigenlijk alles wat je kan bedenken. En de mindere positieve dingen die erbij komen kijken? Want het is natuurlijk wel heel veel wat er op je afkomt. Het is natuurlijk heel veel wat er op je afkomt. Maar als je het gewoon leuk vindt om te doen en het is gewoon je passie en je vindt het leuk om mensen te vermaken, dan is de drukte op zich helemaal niet erg. Ja. Ja, ik ben best wel druk. En dan heb je af en toe wat minder tijd voor bijvoorbeeld vriendinnen of eventjes een dagje shoppen bijvoorbeeld. Maar dat zijn dan wel allemaal dingen die je dan wel daarvoor aan de kant wil zetten, zeg maar, omdat je het gewoon zo leuk vindt om te doen. Ja. En ben jij persoonlijk veranderd sinds de meisje van Op Mijn Money naar nu? Ja, ik denk het wel. Ik denk echt, als ik daarnaar terugkijk, ik ben veel meer open geworden en ik kan veel beter praten ook. Dat vooral gewoon. Het is fijn om je zo te zien. Heel eerlijk, je bent
zo veel zelfverzekerder. Je praat makkelijk. Het is allemaal hartstikke fijn. Ja, want in het begin waren mensen natuurlijk ook sceptisch. Ja, was het voor jou? Hoe was dat voor jou? Het is natuurlijk, het hoort er gewoon bij. Dus, maar ik denk dat het me wel alleen maar sterker heeft gemaakt. Ja, dat denk ik ook wel. Maar waarom denk je dat mensen sceptisch waren in het begin? Omdat het is toch iets wat mensen niet verwachten, denk ik. Een vlogger gaat ineens muziek maken. Daar was toen best wel veel discussie over ook. Ja. Maar ik denk dat ze nu inmiddels wel hebben gezien dat ik het gewoon iets doe wat ik heel erg leuk vind. En dat is nu wel gewoon op een gegeven moment gaan accepteren of zo. Maar je ziet dat veel YouTubers eigenlijk het proberen om muziek te maken en hen lukt het dan niet. Jou is het wel heel goed gelukt. Waarom denk je dat het jou wel is gelukt en bij zoveel anderen niet? Ik weet het niet. Wat denk je? Ik heb geen idee. Ik denk ik ben, zeg maar, toen ik begon met muziek maken, heb ik ook heel erg lang bijvoorbeeld geen vlogs meer geüpload en al dat soort dingen. Daar heb ik echt gewoon een tijdje stilgehouden, gewoon stilgezet. En toen ben ik me volop gaan focussen op muziek en heb ik heel veel interviews gedaan. En door Op Mijn Money is het nu natuurlijk ook allemaal heel erg ontploft. Want ineens had ik miljoenen views en streams en had ik dat eigenlijk helemaal niet zien aankomen. Dus dan ben je sowieso achter al heel erg druk. En iedereen die dan wel iets van je wil op zo'n moment. Even hier interview en dan daar. En dan vragen ze weer of je eventjes naar daar komt. Zeg maar, dus op een gegeven moment was er ook niet heel erg veel tijd meer voor... vloggen. Nee, precies. En hoe was dat bij andere artiesten? Want je had natuurlijk al zangles, toch? Ja. Je zong wel, maar je was nog niet echt heel veel bezig met muziek. Of in ieder geval nog niet in het openbaar. Nee. Werd je bij hun wel gelijk geaccepteerd? Of had je het idee dat je ook een soort van eerst hun respect moest verdienen? Bij andere artiesten? Ja. Er waren wel natuurlijk artiesten die dat wel wat minder vonden natuurlijk. En dat kan ik ook gewoon begrijpen. Maar ik merkte niet gelijk dat ik niet geaccepteerd werd of zo. Ja. Nee. Heb je nu wel het gevoel dat je echt volledig wordt geaccepteerd door de hele scene? Voor de mensen die ik ken wel gewoon. Ja, maar je kent eigenlijk ook wel de hele scene, om maar zo te zeggen. Ja, kijk, er zullen altijd nog wel wat mensen tussen zitten die denken van, weet het niet. Mm-hmm. Maar als ik gewoon mijn ding blijf doen en ik laat gewoon zien dat ik het echt wil en dat ik het gewoon... aan kan, zeg maar, dan bouw je vanzelf al iets op.